Oh, het is zo heet in de auto. En dan lijkt ze net Dracula. Goedemorgen, het is woensdag. Moest er gewoon even bij nadenken. En ik heb elke keer die vlek op mijn lens. En ik weet echt niet waarom. Het zijn elke keer kleine dingetjes. Maar ik weet niet hoe dat erop komt. Maar goed, ik heb net lekker gedoucht. Ik denk door mijn haar een vlek, maar het zit niet. En ik heb hem 3 keer overnieuw gedaan. Maar ik hou het gewoon maar even zo. Ik ben wel gedoucht aangekleed. Mijn rok is van Envy en mijn top van Villa. En ik loop nu nog op mijn blote voeten. En ik heb net alleen even een banaantje en een thee op. Dus ik wil even wat eten, maar ik weet echt gewoon niet waar ik trek in heb. Ik wil even kijken wat ik zo met Sarah even snel tussendoor kan doen. Want ik ben hier natuurlijk ook druk bezig. Maar het is super lekker weer vandaag. Dus ik wil ook niet heel de dag alleen maar thuis zitten. Dus ik denk dat ik zo weer heel even naar het kleine strandje ga waar we vorige keer ook geweest zijn. Dan kan ze gewoon heel even lekker door het water heen weer rennen. En dan heeft ze toch het gevoel dat ze even lekker wat gedaan heeft. En dan kan ik verder gewoon heel erg veel hier doen. Oh, het is zo heet in de auto. Maar we gaan heel even uitwaaien. Op dezelfde plek waar Sarah eigenlijk voor het grote gedeelte heeft leren fietsen. En ik wil even op Max, want echt... Ik vind het wel lekker. Ja, nu nog wel, als je er iets langer in zit. Nee, voor dingen als de versnellingsspookbeen pakken. Dus dan vind ik het iets minder lekker. Ja, dat is het fijn. I don't understand why you're standing right here. All your shots have scored. No, scratching at the scars you left on my skin. But we fight and we fall and we rise through it all till we find what we want. Then we lose it all again. Your touch on my skin, pull me close, take me in. Just me, just you. Keeps pulling me in. We fight and we fall. Can we rise through it all till we find what we want? Then we lose it all again. Your touch on my skin. Pull me close, take me in. We zijn weer thuis. We hebben ijsje dat zegt, knip hem wel door de midden. Want dan kan je zien dat ik niet stiekem het puntje heb opgegeten. Dus nu heb ik 2 kleine ijsjes. Nee, lekkere deze. Beetje een gekke gebit. Ja, maar... Ik wist niet, hè? Ja. Het is wel grappig. Elke keer als ze dan net zo half lacht, dan zie je wel deze tandjes. En dan lijkt ze net Dracula. Maar elke keer als je een beetje zo, dan zie je alleen de puntjes. Dan heb je een Dracula gebitje. Te schattig vind ik dat. Cool, hè? Te schattig vind ik dat. Wij gaan weer Dark verder kijken. Marco was laat thuis. Die heeft net gegeten. En die is aan het omkleden. Die komt zo aan. En dan gaan we verder kijken. We hebben een paar dagen niet gekeken. We
Maar ik ben best wel benieuwd hoe het verder gaat. En ik word helemaal gek van de muggen. En dat zelfs met een hoorder op de een of andere manier komen ze toch binnen. En ik word helemaal lekker gestoken weer. Echt zo fijn. Gelukkig heb ik echt overal in huis tubus nesten zo liggen. En allemaal kastjes, overal. Dus ik ben me aan het smeren. Gelukkig helpt dat wel, maar helemaal gek word ik ervan. Oh, al smerende. Ga ik nu mijn bed in. Want ik wil een beetje tijd slapen vandaag. Dus ik wil de vlog nog even afsluiten. Ik wil je bedanken voor het kijken. Vergeet natuurlijk niet een duimpje en een leuke reactie achter te laten. En als je niet geabonneerd bent, klik dan even op abonneren hieronder. Dan hoop ik je morgen weer te zien. Doei doei!